Yeah, we back met Will de Hagen de Praap. Waarin ik, Rampenplant van, jou een uitgebreide beschrijving geef van wie de gast is in de komende aflevering van Will de Hagen de podcast. Met deze week alweer onze 75ste aflevering met niemand minder dan Styx. Styx werd in 1982 geboren als Junte Uiterwijk. Hij groeide op in Zwolle in de wijk Holtenbroek, een volkswijk met veel verschillende nationaliteiten. Volgens Styx is dat zeker van invloed geweest op zijn muziek. Zo zegt hij in een interview: de sfeer die je in de wijk proeft, zie je ook in onze nummers terug. Vooral die no-nonsense-kijk komt daar misschien vandaan. Tijdens zijn tienerjaren ontmoette Styx rapper Rico en producer Delic in het Zwolse poppodium Hedon. De jongens begonnen eerst met het schrijven van Engelse rapteksten, maar switchten later naar het Nederlands. In 1998 begonnen ze de rapformatie Opgezwollen. In de jaren die volgden zouden ze samen 3 studioalbums uitbrengen, zaal na zaal uitverkopen en prijzen winnen als de Zilveren Harp, de 3 voor 12 Award en de Gouden Greep. Het eerste soloproject van Styx kwam uit op 29 november 2004. Samen met producer Cubus maakte hij het album Microphone Classes. Het album, bestaande uit persoonlijke teksten en industrieel klinkende samples, werd door de makers zelf bestempeld als een uit de hand gelopen jam-sessie. Leuk feitje, de titel van het album verwijst naar de jazzplaat Saxophone Classes van de Amerikaanse Sonny Rollins. In 2008 maakte Opgezwollen bekend stoppen, zodat de leden ieder aan hun eigen projecten konden werken. Styx zou zich hierna bij succesvolle hip-hop-formaties als de Fakkelbrigade en Great Minds voegen. Samen met Rico, Typhoon, James en producer ART vormde Styx sinds 2009 de Fakkelbrigade. Ze brachten samen het album Colucci Era uit, wat op zijn hoogtepunt op nummer 7 in de album top 100 stond. Met het collectief Great Minds wist Styx nog eens over die notering heen te gaan. Het album Great Minds, wat door Styx, Jiggy, Winne en Dr. Moon in Parijs tot stand kwam, kwam tot een tweede plek in de album top 100. Iets wat toen nog nooit eerder was gebeurd bij een alternatieve Nederopplaat. De norm breken, dat doet Styx wel vaker. Zijn nieuwste album, wat in september is gedropt, is nu namelijk alleen maar te zien in Museum De Fundatie in Zwolle. Opgedeeld in 7 ruimtes zijn er in totaal voor 25 minuten aan nieuwe muziek te beluisteren. Tot 5 januari. Dan beëindigt de tentoonstelling en komt het album dus ook niet op Spotify te staan. Styx koos hiervoor omdat hij de vluchtige consumptie die streamingdiensten als Spotify bieden wilde ontvluchten. Waarom hij dat wilde doen en nog veel meer hoor je woensdagavond in seizoen 6, episode 7 van Will de Hagen de podcast met Sticky Steez. Will de Hagen podcast bijna elke woensdag tussen 19:30 en 22:00 live te bekijken op youtube.com/willdehagenpodcast of ondermand verkrijgbaar op YouTube via dezelfde link, maar ook te beluisteren via Spotify, iTunes, Deezer, Stitcher en je favoriete podcast app.